Goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Stephanie van Dijk vanuit de DCDW Podcast Studio in Ede, waarbij we de powervrouwen in de automotive in de schijnwerpers zetten. Dit doet Stephanie met de volgende partners die deze missie ondersteunen. Marktplaats, Coldrip, Carmen Automotive BDC, Used Car Controller, Vinicles en Tweedehands.be Een hele goede middag en welkom bij deze podcast, waarbij we de vrouwen binnen Automotive in de spotlights gaan zetten. Uh, ik heb een eerste gast, Serena Suitela van Boegane Groep. Welkom Serena. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, ja. Leuk dat je in deze eerste podcast van Vrouwen voor Vrouwen wilde zijn. Um, ik ga je vragen, uh, zou je jezelf eens willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je uh, binnen de Boegane Ja, Zeker. Um, ik ben Serena, 40 jaar. Ik woon in Ede samen met Push Beauty. En. Uh, in mijn dagelijks leven hou ik van uh, sporten en duik ik. Ik geef uh, soms duikles aan kindjes. Oké. Okay. En uh, ik ben nu sinds, uh, nou, ik ga in april mijn vijfde jaar in bij Bogaarden Groep. Ja. Yeah. En uh, ik heb daarvoor altijd bij in de horecabranche gezeten. 18 jaar voor een groothandel gewerkt op de e-commerce afdeling. En uh, ja, eigenlijk uh, bij toeval in de automotive gerold. Grappig en, ja. Dan hoor je wel veel van, uh, van vrouwen dat ze inderdaad per toeval erin zijn gekomen. Um, wat trok jou daarin? Um, nou, ik, ik had een jaar eigenlijk een, een soort sabbatical gehad. Ik heb een jaar uh, een studie gedaan en uh, ben wezen reizen door uh, Azië heen. En uh, op een gegeven moment was geld op. Dus ik moest gaan werken. Ja. En toen uh, zag ik deze factuur voorbij komen. Dus toen heb ik uh, gesolliciteerd. En eigenlijk met het idee, nou, ik ga hier gewoon even een jaartje werken ja. en dan ga ik weer verder kijken, uh, want deze hele branche was voor mij totaal onbekend en uh, en eigenlijk toch wel uh, ja een beetje verliefd geworden op de branche. Zo, okay. ik ik voel mezelf niet altijd echt een automeisje. Nee. Niet van vroeger uit meegekregen nee. of zo. Nee, helemaal niet. Oké, nee. 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 oké. Okay. Okay. En uh, uh, vervolgens, je bent bij BeGaanig gaan werken in de, uh, ben je direct bij marketing terechtgekomen? Ja, direct bij marketing uh, en op dat moment. Uh, Hield ik me alleen bezig met Begaande autovuur. En uh, of toen kwam Begaande lease erbij. En uiteindelijk uh, kwam uh, Nissan daarbij. En zo werd het portfolio portf portf een beetje groter. Ja. En, uh, en nu ben ik eigenlijk het aanspreekpunt, interne aanspreekpunt voor uh, verkoop nieuw. Ja. Uh, naar onze marketingafdeling en hou ik me bezig met uh, datastukken. Dus eigenlijk het leven van onze klant makkelijker maken. Oké, okay. oké. Okay. En want je, uh, in ons voorgesprek wat we hadden, hebben we het ook gehad over de link naar HR. Uh, ja. Waar ligt dan die link van marketing naar HR voor jou? Uh, wij hebben op onze afdeling uh, het zo ingericht dat wij uh, aanspreekpunten zijn voor bepaalde divisies. Nou, ik schraf net al aan, werken is er eentje voor mij uh, uh, ja, waar, waar ik dan het aanspreekpunt voor ben. En uh, zo is het ook voor HR. Dus op het moment dat HR uh, behoefte heeft om, om, om marketingcampagnes te gaan draaien om uh, 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 meer mensen binnen te halen, dan, uh, dan was het altijd zo dat dan marketing werd gevraagd. Joh, kunnen jullie uh, een filmpje maken of een fototje of de vacature plaatsen? Ja. En um, sinds kort hebben wij twee dames in dienst die uh, het recruitment doen voor zowel uh, de begaande groep als voor of tenminste de Bogane autobedrijven en uh, boekhorst auto's ja. en we zijn toen een andere samenwerking uh, aangegaan met HR uh, waarbij we eigenlijk een soort uh, ja, een gemeenschappelijk doel hebben om Bogane als de werkgever binnen de automotive uh, op de kaart te zetten en dat doen we bijvoorbeeld door campagnes op te zetten um, we hebben op TikTok hebben we een aantal campagnes lopen ja. om, om echt monteurs te werven en uh, we zijn aanwezig op techniekdagen. We hebben voor onze uh, monteurs hebben we leuke projecten lopen. Restomod bijvoorbeeld. Ja. Dus Is het helemaal uh, omtunen van uh, oude auto's. Waarbij ze eigenlijk hun hele creatieve activiteit uh, op los konden, konden slaan. En, uh, en we proberen ook de vacature teksten af te stellen op de doelgroep. Als we het hebben over HR en bedrijven kampen allemaal met personeelstekorten, et cetera. zullen dus jullie. Ongetwijfeld bij uh, de Bulgane groep ook mee te maken hebben. Um, daarover gesproken. De Bulgane groep bestaat uit heel veel verschillende divisies, toch? Ja. Klopt. Uh, we hebben Boegaanen Autobedrijven. We hebben Boegaanen Autovuur, Boegaanen Lease... Uh, Jan van Maurik en Boekhoorst de Oké, okay, groot personeelsbestand. Ja, ja. Dat ongetwijfeld ook wel uh, uh, verloop. Uh, ja. uh, ook natuurlijke groei, gelukkig. Ja. Uh, zelfs in, in, in deze tijd. Um, maar hoe gaan jullie dan om met personeelstekorten waar jullie tegen aanlopen? Nou ja, waar, waar je het meeste ziet gebeuren is eigenlijk al op de scholen. Uh, tegenwoordig kiezen kinderen toch weer andere richtingen dan echt het ambachtswerk. En wij proberen juist bij, uh, in die fase, dus op die scholen aanwezig te zijn. Dus door techniekdagen, uh, maar ook door uh, onze leerlingmonteurs, klasgenoten mee te laten nemen. Uh, ja. Om eens te komen kijken, we hadden pas de afsluiting van RestoMod, het project. Um, daar gingen we karten, daar mochten ze ook iemand meenemen. Dus je ja, doet het ook wel een beetje leuk te maken voor, uh, voor de leerlingen die hier werken. En in de hoop dat door middel van mond-op-mond -mond reclame zij ook uh, klasgenootjes, vriendjes enthousiast maken voor het vak. En uiteindelijk ook dus voor Bogana kiezen. Ja, het spoor dat je eigenlijk vanaf jongs af aan al betrekt bij ja. de ontwikkelingen. Ja. Binnen de naar de een andere kijk probeert te geven binnen de... Binnen de automotive om te proberen om ze daarvoor te interesseren. Dat klopt. Ja, ja. Want iedereen is eigenlijk in dezelfde vijver aan het uh, vissen. Ja. Iedereen die kijkt natuurlijk naar monteurs die nu al ergens werkzaam zijn. Ja. Ja, dat is heel lastig als we met z'n allen daarin blijven vissen. Ja, de vijver wordt niet per se groter. Nee. Nee, nee, nee. Dus het, het is, de vijver blijft qua grootte hetzelfde. Dus we zullen wel onze blik moeten verbreden ja. in ieder geval. Ja, als we het daar dan toch over hebben. Hè, we zien ook wel steeds vaker een roep om meer vrouwen in de autobranche aan te trekken. Als je kijkt naar, uh, uh, in Nederland geloof ik ongeveer 15% van de, uh, van de beroepsbevolking binnen de autobranche is vrouw. En, en als je kijkt naar de leidinggevende functies is dat zelfs maar 4%. Uh, is dat aantrekken van vrouwen ook iets wat specifiek op de agenda staat bij Boganen? Staat op de agenda, uh, maar wel in potlood. Okay. Uh, en dat is ook een, omdat wij een beetje willen, voor willen waken dat we niet vrouwen aan gaan nemen omdat ze vrouw zijn. Ja. Dus we willen wel mensen aannemen vanwege hun kwaliteiten ja. en vaardigheden. Uh, en als dat een vrouw betreft, dan gaat daar de voorkeur naar uit. Oké, okay. dus niet zoals het uh, vrouwenquotum binnen de Nederlandse regering, zeg maar. Nee, nee, nee. nee. <laughs> nee. Hey, en de manier van werving, passen jullie die daar dan ook op aan? Um, op het moment nog niet, maar wat ik zeg, die samenwerking tussen haar en uh, marketing is redelijk uh, nieuw. En dat zijn wel dingen waar we over nadenken, uh, inderdaad. Ja, ja we, zien, uh, we hebben vorig jaar natuurlijk op onze uh, DC2-event een, uh, een paneldiscussie gehad. Uh, ook over vrouwen binnen de automotive en over, over de personeelstekorten ook. Uh, een van de zaken die daarbij naar voren kwam, was dat uh, als je naar de teksten gaat kijken, uh, teksten toch vaak wat agressiever ingericht zijn als we kijken met name naar sales. Uh, functies um, en dat, dat, uh, dat daar wel een deel van het probleem zit. He, ik weet niet of jij dat herkent: dat op het moment dat je uh, aan een x aantal criteria moet voldoen, wanneer is het dan voldoende dat je ook daadwerkelijk gaat reageren? Ja. ja. Ik moet ook zeggen dat uh, toen ik hier solliciteerde, um, ik die vacature tekst las en dacht, nou, dit heb ik allemaal niet, maar ik had nood. De nood was hoog. Ik moest ja. een baan hebben. Ja. Al mijn geld was op. <laughs> dus, dus iets minder uh, kritisch. Ja, iets minder kritisch. En dan, en dan uh, denk ik dat je dan makkelijker uh, gewoon een sollicitatie eruit gooit. Ja. Maar ik denk als ik uh, nu in een positie zoals nu. en ik zou gaan moeten gaan solliciteren. zou ik misschien niet eens. met. ja, ik, ik ben natuurlijk meer gekwalificeerd nu. maar ik zou dan denk ik niet solliciteren. omdat ik niet aan alle criteria voor me. Nee. Nee, je zag dat op de Women Automotive Summit in Stuttgart, waar ik vorige maand uh, aanwezig was, uh, hoorde je dat ook als vrouwen, uh, uh, of andersom gezegd, eigenlijk als mannen uh, uh, tien criteria zien in een vacature-tekst en ze voldoen eraan vijf, dan denken ze al gauw: oké, okay, nou ik probeer het gewoon en dat is prima. Uh, waarbij vrouwen zich eigenlijk zichzelf al gauw disqualificeren aan de voorkant bij het idee: ja, maar ik voldoen niet aan alle criteria, dus laat maar. Uh, en daarmee eigenlijk zichzelf uh, uh, drie strepen achter zetten. Ja, herkenbaar, hoor. Ja, ja, En hoe zit het met interne werving? Want um, uh, we zijn natuurlijk best wel vrouwen binnen de branche werkzaam, maar dan zien we toch vaak op uh, administratieve functies, uh, op hostfuncties, uh, wellicht nog als uh, een ontvangstbalie. Um, maar kijken jullie daar ook naar? Is er een mogelijkheid om mensen intern te laten doorgroeien? Uh, die is er zeker. Die is er zeker. Uh, het is nu wel zo omdat uh, we hebben niet heel veel vrouwen werken binnen de bogane groep. Uh, en wat je zegt, de meesten werken allemaal op een administratieve functie. Um, maar ik weet ook niet of er vrouwen zijn die, uh, die nu een administratieve functie hebben, die heel graag in de werkplaats of zo willen werken. Nee. Dat is wel, wel grappig, ja. Het zou misschien wel, wel een leuk zijn. onderzoekje zijn. Ja, daar zou je eens naar nou kunnen kijken, ja. inderdaad. Ik, ik, ik zie het wel eens gebeuren uh, op het moment dat er um, uh, een vrouw bijvoorbeeld reageert op een hostfunctie. Een gastvrouwenfunctie. Um, waarbij we een enkele keer ook zien dat een de manager denkt, nou ja, daar zit misschien wel meer in. Um, ik heb dat nu op een aantal plekken mogen, mogen zien. Dat zo'n dame toch opgeleid wordt uh, om, om sales te gaan doen. En daarin meegenomen wordt en eigenlijk heel succesvol in blijkt te zijn. Ja. Uh, niet zozeer omdat ze dan al veel autokennis hebben of, of uh, eh, productkennis hebben, maar goed productkennis is te trainen. Maar vaak is het stukje uh, gasvrijheid en hospitality, het uh, stukje goede communicatieve vaardigheden veel belangrijker. Ja, ik zie ook echt alleen maar voordelen, hoor, om meer vrouwen in de showroom uh, te hebben staan. Ja. De, de, ja, de uitdaging ligt echt aan, aan de voorkant. Hoe, hoe krijg je ze naar binnen? Ja. Ja. wat grappig is, jij geeft zelf ook aan, ik kom uit de hospitality branche, ja. dus, dus, uh, dus, dus die, die link zal jij ook zeker voelen. Het stukje gastvrijheid uh, binnen onze branche heeft sowieso uh, uh, nog echt wel wat goede mogelijkheden, op zijn zacht ja. gezegd. Um, en dat zien we ook wel aan de onderzoeken die we nu voor de CX Awards aan het doen zijn, um, dat daar echt nog wel grote kansen liggen. Uh, en dat heeft denk ik ook wel de toekomst ja. straks. Ja. Uh, om ons daar meer op te, op te gaan richten. Hè? De, hoe komt het nou, denk je, dat de branche op dit moment nog steeds overwegend gedomineerd wordt door uh, mannen? Ik denk omdat, uh, tenminste, nou zo zie ik dat, uh, het, wordt, het wordt nog best wel gestuurd door uh, wat oudere generatie. En dat zijn veel al uh, mensen die uit de automotive komen, yeah. uh, opgeleid zijn op een bepaalde manier. En eigenlijk dat ook zo doorgeven, die manier. En... Ja, dat zijn mensen die al, al 40, 50 jaar in het vak zitten en niet zo snel meer een nieuw kunstje aanleren. Nee. Uh, wat je wel ziet, is echt die verschuiving van die nieuwe generatie die er nu op gaat staan. Ja. Uh, mensen ook van buiten de branche die aangetrokken worden uh, voor bepaalde functies. En ik denk dat die juist voor een frisse wind zorgen die deze branche eigenlijk heel erg hard nodig heeft. Ja. Ja, zeker. Maar zijn er dan ook vooroordelen of stereotypen waarvan je zegt, nou, ja, die, die ontmoedigen vrouwen om in de autobranche te gaan werken? Nee, ja, is zat. <laughs> ja, dat ja. is zat. Nou ja, goed. Uh, ik, als ik aan auto's denk, denk ik niet aan, uh, aan per se aan vrouwen. Het is dus altijd uh, vrouwen speelden met Barbie's ja. en uh, jongens met auto's. En ik denk ook dat deze wereld ook best wel bekend staat om de, om de gladde verkopers. Uh, snelle praatjes, uh, ja. een beetje bot. Ja, is ook niet echt aantrekkelijk voor een vrouw en uh, niet elke vrouw wil ermee samenwerken natuurlijk maar nee. kan er ook mee samenwerken dus ik denk dat uh, dat, dat een beetje ja, slecht imago hoor heeft automotive eigenlijk ja. ja zonde ja dat is het ook dus het zeker want ik als ik al voor mezelf spreek ik vind het een hele leuke branche om in te werken ja, uh... ja wel een gekke branche maar heel dynamisch ja ja, maar we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken. Toen gaf je eigenlijk ook al wel aan van, je moet wel een beetje uit een bepaald soort hout gesneden zijn. Ja, uh, ja. ja het, ik denk de branche is niet uh, voor elke vrouw weggelegd, maar ik denk wel dat er meer vrouwen in deze branche terecht kunnen. Ja. 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 En als je het dan hebt, want hè, dan hebben we hebben het over vooroordelen of stereotypen die vrouwen zelf ontmoedigen, maar en, en hoe zit dat dan andersom? Zijn er vooroordelen vanuit? de branche richting vrouwen waardoor men uh, zeg maar minder in die hoek zoekt? Uh, nou ja, ik denk uh, het stigma dat uh, vrouwen met een gezin of een kinderwens niet per se 40 uur kunnen of willen werken. Uh, ja, Er zijn zat vrouwen in topfuncties die, uh, die ook nog een gezin daarnaast hebben en die werken gewoon 40 tot 60 uur. En dat vinden zij geen probleem. Want uh, of hun partner kiest ervoor om part-time te werken. Of ze hebben het anders opgelost. Maar er zijn stadvrouwen die gewoon echt niet part-time willen werken. Ja, dan gaat het meer om de goede randvoorwaarden creëren. Ook vanuit de thuissituatie. Om het mogelijk te maken. Ja, zeg maar dat. Ja. dat, dat uh, los nog van het feit dat er ook vrouwen zijn die überhaupt geen kinderen willen. Of ambiëren. In dat ja, opzicht. Uh, zeker. Ja, nee, die, die, uh, bij waar, de, bij waar dat eigenlijk sowieso niet speelt. Nee, en de wereld is natuurlijk wel echt verandert daarin. Hè? Het is niet meer standaard vrouwen thuis voor de kinderen zorgen en man die zorgt voor dat eten op de plank komt. Ja, ja. ik hoorde een, 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 een hooggeplaatste dame op dat event in Stuttgart uh, benoemen van hè, er is geen uh, grens zo hard als de sluitingstijd van het kinderdagverblijf. Um, en, maar die gaf ook aan van een van de dingen die zij bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren bracht binnen haar uh, team van mannelijke collega's. Yo, ja, je kunt me uh, ook daarna gewoon nog bellen of benaderen. Als er iets is, ben ik altijd beschikbaar. Alleen ik moet er gewoon zijn om zes uur om mijn kind op te halen ja. van de kinderopvang. Dat is gewoon een harde deadline. Dat is ook de enige deadline die super hard is. Uh, uh, maar daarbuiten ben ik flexibel genoeg om mee te bewegen. Uh, uh, om ervoor te zorgen dat ik mijn werk gewoon goed ja, kan doen. Ja. Dus er zit ook wel een beetje in uh, de omgeving voor jezelf creëren. Uh, om het mogelijk te ja, maken. Zeker, ja, zeker. Ik denk dat vrouwen daarin zelf ook nog wel heel veel um, kunnen doen. Uh, maar andere vraag, dan moeten we dat eigenlijk wel willen. Meer vrouwen in de branche, levert dat dan voordelen op? Ja, ik denk juist dat het iets extra's biedt. Uh, vooral uh, op de momenten waar je contact hebt met je klant. Dus in de showroom of aan de servicebalie. Uh, op het gebied van empathie en hospitality denk ik dat vrouwen daar toch een streepje voor op hebben. Ja. Um, daarnaast denk ik dat vrouwen in je managementlaag een mooie toevoeging kunnen zijn. Mannen komen over het algemeen op voor hun eigen belangen, uh, waar vrouwen meer opkomen voor het gemeenschappelijk belang. En ik denk dat je juist met die balans um, een, een mooie toevoeging hebt. En, en ik denk ook andere ideeën naar boven krijgt dan dat je normaal zou krijgen. Zou je dan gewoon alle mannen moeten vervangen en allemaal vrouwen? De show nee, dat, is, dat wordt chaos. <laughs> ja, nee, dat wordt chaos. Komt er niet, nee, dat, uh, dat zou ik ook niet doen. Nee, nee maar ik zou, wel, uh, ik zou er wel voor pleiten om, om in, ieder ge, in ieder geval in elke laag minimaal uh, twee, drie vrouwen te hebben zitten. Ja, je moet geen overloot aan emotie krijgen. Nee. Maar een beetje extra beetje emotie, emotie is mag. wel goed. hè? Ja, triggerd. Ja. Ja. Ja, <laughs> We zijn het over eens. Ik ben benieuwd of de mannen het ook met ons eens zijn ja, overigens. <laughs> Hey, en en de, de succesfalen, want die zijn er natuurlijk ook gewoon binnen de branche. We hebben uh, succesvolle vrouwen ook op posities zitten, uh, uh, maar eigenlijk binnen alle lagen van de bedrijven. Ze zijn er echt wel. Je moet ze soms een beetje zoeken, maar ze zijn er echt wel. Zouden we ons daar niet meer op moeten focussen? Op, op het inzetten van rolmodellen bijvoorbeeld? Ja, ik denk, geef die vrouwen een podium. Um, ook omdat ze denk ik ook voor onszelf niet overal zichtbaar zijn. Hè? Ja. Wij kennen ze misschien uh, doordat we zelf in die branche zitten. Maar uh, daarbuiten zijn ze niet echt zichtbaar. En juist als je vrouwen wilt aantrekken om, om hier te komen werken, is dat misschien wel belangrijk. Ah, en, en hoe uh, hebben we het bijvoorbeeld over social media kanalen? Ja, maar ook de, ja, de geëikte platformen. Dus Automotive Online bijvoorbeeld kun, kan daar ook best wel wat in betekenen. Uh, dit is al een goed begin, toch? Podcast? Ja. ja. Hartstikke <laughs> Zeker. goed. Um, maar ja, ook, ook in je uitingen naar buiten, op je eigen website. Uh, ik denk dat het hele dealerlandschap uh, daar ook al uh, kritisch naar mag kijken. Wat, uh, wat voor diversiteit bied je aan op je, op je website qua beeldmateriaal? Ja. Ja. ja, dat kwam destijds uit uh, het vooronderzoek... voor de paneldiscussie ook wel naar voren. Uh, waarbij we een onderzoek hebben gedaan... naar een aantal grote dealholdings... daar vacature teksten onder de loep hebben genomen... waarbij je toch, of niet zozeer teksten... maar ook foto's bij de vacatures bekijkt... en ziet dat er bij bepaalde holdings... bijvoorbeeld uh, uh, alleen vrouwen op de foto staan... op het moment dat we het over een administratieve functie hebben... of over een gastrouwenfunctie. Uh, en, en dan zie je de, 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 de mannen bij de sales tiger vacatures staan... Um, Terwijl er ook een aantal holdings zijn die daar heel specifiek een ander beleid in kiezen en zeggen oké, okay, maar we gaan het allebei gewoon naar buiten brengen. Zowel mannen als vrouwen, we hebben ze allebei nodig. Maar laten we daar een mooi, mooi algemeen beeld van naar buiten brengen en uitleggen uh, wat, wat trekt iemand dan in zo'n branche en wat heeft hij dan mee te brengen daarin. Ja. Dat denk ik denk ja. dat, dat uh, daar echt nog wel een mooie, mooi actiepunt ligt in dat, uh, in dat opzicht. Hey, en als we het hebben over de werkgever aan zich... is er ook een mogelijkheid dat we het werkklimaat gewoon aangenamer maken? Waar zouden we dan aan moeten denken? Nou ja, um, iedereen heeft het over part-time werken, flexibel werken. Ja. Ja, <laughs> ja ik vind dat de hygiënefactoren. Ik vind uh, als bedrijf moet je eigenlijk een beetje modern daarin in zijn... en moet dat voor iedereen toegankelijk zijn... Um, ik weet dat dat in deze branche gewoon nadan is op bepaalde posities. We hebben het hiervoor ook over gehad over die verkoopposities. Dat is gewoon nadan parttime werken. Nee. Ja, ik verbaas me daar gewoon over. Gek is dat eigenlijk als je, want ook als je de huidige generatie, de nieuwe generatie bekijkt, die, die hebben toch andere uh, andere verlangens, andere ideeën over hoe ze uh, werk privé inrichten. De roep om parttime te werken wordt ook daar wel steeds groter. Ja, maar ook uh, niet, niet iedereen komt meer overdag lekker naar de showroom. Nee. Mensen moeten werken overdag. En uh, hebben misschien s'avonds tijd. We hebben dat nu ook met, met leads... die we overdag niet te pakken kunnen krijgen, telefonisch. Ja. Daarvan is het advies ook... plan ze gewoon door s'avonds, na het eten. Dan ja. ben jij ook altijd thuis. Dus dan heb jij tijd. Ja. Waarom, een klant is ook een mens. Dus die heeft dan ook gewoon tijd. Ja. En ik denk dat... Um, Juist die verschuiving van dat je ziet ja, dat mensen hun, hun werkdagen anders indelen en vrije tijd uh, dus ook op een ander moment is, daar moet je gewoon veel meer op inspelen. En, en in mijn ogen betekent dat dus dat jouw salesmachine uh, dus niet van 9 tot 6 aanwezig hoeft te zijn. Nee. Dat kan op hele andere tijden zijn. Ja, je moet eigenlijk daar zijn waar de klant is. Ja. En als dat op een ander tijdstip is, zou dat, dat is prima. ook moeten kunnen. Ja. Is dat ook prima? En daar zijn ook echt gewoon mensen voor te vinden, hoor. Die ja. op andere uren willen werken. Ja, ja ik ja. denk zeker als we daar flexibeler mee om zouden gaan, dat dat... Uh, uh, dat dat zeker resultaat zou brengen. Ik denk wel dat de bedrijfsvoering in onze branche nog steeds relatief traditioneel is daarin. Dus ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat daar verandering in komt. <laughs> ja. Maar goed, dat, uh, hè, we, we blijven met z'n allen uh, daaraan werken, inderdaad. Uh, een stukje uh, waar we misschien ook nog aan zouden kunnen denken: gelijke beloning, mannen en vrouwen. Dat blijft ook toch nog steeds wel op de agenda staan. Ja, ja. Uh, ik denk dat daar ook nog wel iets in zin te winnen is. Ik. Uh... Ik weet het niet. Ik, ik denk altijd... Ik ben heel naïef. Ik hoop altijd dat het nooit gebeurt... Uh, op, bij de bedrijven waar ik dan werk. Um, maar goed, er zijn onderzoeken zat... en die, die wijzen uit dat, dus dat niet elke vrouw... evenredig beloond wordt als uh, haar mannelijke counter. Ja. Ja, dat is uh, lastig. Het is dus in ieder geval iets om, om ter overweging mee te geven. He, om daar eens ja. kritisch ja. naar te kijken. Nou ja, ik denk als een HR-afdeling dat signaleert... Um, dat, dat, dat zou bij hun moeten beginnen, dan natuurlijk. Ja, ja zeker. zeker. Um, hoe kan de autobranche nou eigenlijk profiteren van meer vrouwen, of in bredere zin eigenlijk meer diversiteit binnen de uh, branche? L waarom is dat nou belangrijk voor de toekomst van de sector? Nou ja, ik denk uh, juist met de komst van AI en meer geautomatiseerde processen uh, mis je heel vaak het persoonlijk contact. Ja. Dus het persoonlijk contact wat je dan wel hebt. Daarvan wil je wel dat dat echt waardevol is. Ja. Uh, wat ik net ook al aangaf. Ik denk dat vrouwen qua empathie, hospitality, toch een streepje voor hebben. Uh, dus daarin wel misschien uh, ja, dat contact kunnen, waardevoller kunnen maken. Met meer, uh, meer diversiteit. Op de werkvloer zorg je eigenlijk uh, dat meer mensen zich kunnen identificeren met, met jou en met je merk. En nou, dat brengt ook een bepaald gevoel natuurlijk naar boven. Meer empathie naar het merk toe. Zijn mensen toch meer bereid om bij jou die auto te komen kopen? Ja. Of bij jou te komen werken? Ja, ja zeker. zeker. Ja, je, je ziet dat ook wel aan, je hebt verschillende type klanten. Die past ook niet bij iedere verkoper. Nee. Nee, zeker niet. Nee. Dus, dus die diversiteit zeker. Ik denk dat dat van toegevoegde waarde is om uh, straks in brede zin al je klanten te kunnen blijven bedienen. Ja. Ja. ja, absoluut. absoluut. Um, Serena, we gaan zo afsluiten. Wat zou jij mee willen geven aan vrouwen die overwegen om in de branche te gaan werken? Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Ja, nee, ik zou um, ze eigenlijk willen uitdagen om het gewoon eens pro te proberen. Ja? En ik denk dat, uh, dat je er nooit meer uitkomt. <laughs> <laughs> Raken of verslaafd? Een soort van. val is het. Ja, ja, nee. Nee, ik denk uh, dat, tenminste, als ik vanuit mijn eigen ervaring uh, kijk, ik heb echt ontzettend veel geleerd vanuit, over mezelf. Ja. Uh, ook de triggers die ik heb. Ja. Want ik word me wat afgetriggerd in deze mannenwereld. <laughs> maar het is heel waardevol, weet je, ik kan daar wel echt wat mee. En um, wat ik heel erg, erg fijn vind, is dat, ondanks dat dit een wat hardere wereld is dan ik gewend was, ik toch mijn eigen zachtheid heb kunnen behouden. Ja. Door uh, ja, op bepaalde momenten toch mijn emotie wel mee te geven in, in de samenwerkingen die ik heb met mijn collega's, maar ook met derde partijen. En dat brengt echt hele mooie samenwerkingen tot stand, zoals wat wij nu dan hebben met die podcast. Ja. Uh, maar ook, uh, ook intern met collega's. Je, ja, je bouwt er toch een band op. Je bent toch, denk ik, ook uh, meer geneigd om een extra stapje voor elkaar te doen. Ja. Ja, ik, ik, ik heb heel veel geleerd in deze branche. Super. Leuk om te horen. Ja. Leuk dat je je verhaal met ons wilde delen, uh, Serena. Dank je wel dat je te ja, gast gedaan. wilde zijn in de, de allereerste podcast... Ja, bedankt die we, dat we dat op deze kopen. manier opnemen. <laughs> uh, en dat je je onzichten met ons wilde delen in ieder geval. En, uh, en we kijken uit naar de volgende. Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren naar de DCDW-podcast van Stephanie van Dijk... met de missie om de powervrouwen in de automotive in de schijnwerpers te zetten. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan meteen via Spotify, Soundcloud of iTunes. En deel deze podcast via LinkedIn met je netwerk. De DCDW-podcast van Stephanie van Dijk... wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners. Marktplaats, Coldrip... Carmen Automotive BDC, Used Car Controller, Vehicles en tweedehands.be.